Welkom bij de Katkoelmo podcast. Hey, dit is weer een nieuwe podcast aflevering. En vandaag heb ik te gast Mariska Bos. En Mariska, ik ken jou al wat langer. Ik was zelf te gast in jouw podcast. Heel tof, laatst. En toen dacht ik, ik wil jou ook eens een keer wat dingen vragen. Dus welkom in deze podcast. Dankjewel, Kat. Superleuk dat ik ook bij jou in de podcast mag komen. Dus ik ben heel benieuwd wat voor spannende vragen jij op mij gaat afvuren. Nou, eerst eigenlijk gewoon heel de spannendste vraag. Nee hoor. Zou je iets korts over jezelf willen vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Wat zou je over jezelf kwijt willen wat dat betreft? Ja, nou, mijn naam is Mariska Bos en ik woon in het mooie Hengelo in Twente met mijn man en een hond en wat kippen. En ik ben leerkracht groep 8, 20 jaar, sta ik al voor de klas. Ik heb voor alle klassen gestaan, als intern begeleider gewerkt, dus ik ken het onderwijs gewoon zeer goed. En dan heb ik 10 jaar lang een praktijk gehad als jeugdtherapeut. En na die 10 jaar dacht ik, ja weet je, ik ben vooral heel veel de volwassenen aan het coachen om het kind heen. En ik merk ook dat ik leerkrachten gewoon superleuke mensen vind. Hè? Die bevlogen mensen die zo hard werken voor de leerlingen. En ik was hun steeds meer aan het coachen. Dus met mijn achtergronden, met allemaal opleidingen als ACT-therapeut, cognitief gedragstherapeut, mindfulness trainer, ben ik Inspire to Teach op gaan zetten. En dat is een academie voor bevlogen leerkrachten en hulpverleners die meer rust, meer energie, meer vreugde in hun leven willen. En ik begeleid hen dus één op één als coach. Ik geef trainingen, workshops, lezingen en mijn podcast natuurlijk. En centraal staan eigenlijk de drie M'en. Mindset, mindfulness en mentale veerkracht. En daar train ik de mensen op. En het leukste vind ik als de mensen zelf hiermee bezig gaan, het dus ook weer kunnen overbrengen op hun leerlingen. Dus dat is, voor de rest hou ik heel erg van het leven en de natuur en leren natuurlijk. En en nadenken over wat kan ik eigenlijk doen om mijn leven een stukje rijker te maken, om even in het thema van jouw podcast te blijven. Oeh, het klinkt goed hoor. En als ik daarna zo op de vrouw af zou vragen, wat is jouw grootste goud? Mijn grootste goud? Dus wat ik eigenlijk te geven heb, of wat ik heb? Ja. Wat ik te geven heb? Ik zie goud als een soort verzameling van kennis, inzichten, talenten. Ja, wat je verzameld hebt, zeg maar, gedurende je leven. Dat zijn vaak de dingen waarvan ik, dat heb ik dan geleerd, hè, wat voor mij gewoon weg heel normaal was. Hè, of is eigenlijk. En waarvan ik denk van, hoezo is dat zo, maakt dat zo mij zo bijzonder? Maar mijn grootste goud is denk ik mijn energie. Ik heb hoge energie. En die zet ik om in veel vreugde en plezier en contact maken met mensen. En ik heb echt een oprechte belangstelling in praktisch elk mens. Makkelijke mensen, moeilijke mensen, interessante mensen, gekke mensen. Noem het maar op, wat voor oordeel je er dan ook wel op wil plakken. Maar ja, mensen in het algemeen ben ik... Ja, ik wil gewoon weten van hoe werkt dat bij jou? En Hoe zit jij in elkaar? Wat maakt het nou dat jij dingen lastig vindt of juist dat het goed gaat met jou? Dus mijn grootste goud is mijn energie en mijn nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat het vooral is. Mm, wauw. Ja. Nou, dat is wel gaaf om te hebben. Denk ik, ja. En wat ik van mensen vaak terugvind is dat... Kijk, mensen die gecoacht worden of naar een therapeut gaan, die hebben nog wel eens wat schaamte. En die denken wel eens, ik ben de enige die hiermee loopt. En wat ik van hun weer terug krijg, is dat ik op een of andere manier... Ik vind niks raar. Mensen mogen gewoon zijn zoals ze zijn. En ook de gekke dingen die mensen wel eens zeggen. Van, dat is toch raar dat ik zo denk of dat ik dat soort dingen dan wel eens doe. Ja, ik vind dat dus echt heel... Ik vind heel weinig dingen maar raar en gek. En
Eigenlijk denk ik dat heel veel dingen heel normaal zijn, wat bij menselijke ervaring hoort, maar dat mensen er gewoon weg niet over praten, omdat ze zich ervoor schamen. En ja, dan zo'n open mind maakt dat ook een, denk ik wel, een goudklompje is. Nice, herkenbaar ook, ja, leuk. Ja, dat heb jij ook wel, ja. Ja, ik krijg dat ook altijd terug, ja. Dat is heel fijn, dat is heel lekker om te hebben. En het maakte alles communicatie met mensen ook veel makkelijker. Ja, dus, ja daardoor heb je ook echt... Oh, sorry, ik ging door je heen. Nee, als je in hun schoenen kan staan, dat is ook een gave om te hebben. En dat maakt wel dingen makkelijker, vind ik. Ja, precies. En wat ik ook merk is dat dus die houding, dat mensen daardoor ook echt hele mooie gesprekken met je voeren. Dus dat je heel snel de diepte ingaat. En dat je dus niet hebt over het weer of over de ziekte van Mientje van Sientje of zo. Maar echt van wat drijft jou nou of zo. En dat vind ik de mooiste gesprekken. Ja. Ik heb ook heel vaak bij verjaardagen of zo dat ik dan... Ja, of me dan snel verveelde. Ik denk, oh nee, gaan we het weer over koken hebben. Weer zo'n veilig onderwerp. Maar als ik dan met iemand anders in gesprek ben, dan denk ik, nou, ik heb nu een hele leuke avond gehad. Want ik weet echt alle problemen van die mensen. Ja, grappig. Hey, en als het over goud en over rijkdom gaat, dan denken mensen ook heel vaak aan geld. En geld is ook best wel voor veel mensen een dingetje. En ik vind dat toch wel interessant om het erover te hebben. Met name over hoe ben jij opgevoed met geld? Wat heb jij van huis uit daarover meegekregen? Ja, geld was niet echt iets wat bij ons heel vaak werd besproken. Maar er zijn toch een paar dingen die ik heb meegekregen. Als basis ben ik gewoon eigenlijk wel een beetje verwend, weet je. Mijn ouders hadden nooit geld verzorgen of zo. Dus daarom kreeg ik daar ook niets van mee. Maar het was wel, als ik geld nodig had, hè, voor kleding of uitgaan of ik wilde naar een festival. En ik had wat tekort, dan hadden mijn ouders altijd zoiets van, nou, dan kun je van ons krijgen. Of je kunt ervoor werken of je kunt het lenen. Maar ga niet van andere mensen lenen. Ga niet geld lenen van je vrienden. Want dat kun je moeilijk... Ja, dat kan een beetje misgaan. Soms gaat dat niet goed. Ook niet van... Het liefst niet van een bank. Dus pas toen ik op mijn 40ste een huis kocht... was dat voor het eerst dat ik een lening had. En dat was echt ook wel heel spannend, moet ik zeggen. Maar ja, ik... ook geen studieleningen of zo. Ik heb altijd... Ja, meegekregen van zorg nou zelf voor je geld. En hier is een map. Zo is het georganiseerd. Dat had mijn moeder allemaal netjes. En die is bij mij gaan zitten. Ik was 18 jaar. Huppakee, nou ben je verantwoordelijk voor je eigen dingetjes. Hoe werkt het met een zorgverzekering en dat soort dingen. En dat is en ook hoe je met geld dus om kunt gaan. En dat je ook wat mag sparen. Wil jij iets leuks? Ja, dan moet je daar even voor wachten. Want ja, nu dat geld niet. Dus daar ga je voor sparen. Dus dat is een beetje wat ik heb meegekregen. Ook niet van geld is vies of rijke mensen zijn stom of zo. Dat helemaal niet. Nee. Nee, maar wel, je hebt het echt geleerd. Ze hebben het je echt geleerd. Dat vind ik wel heel grappig. Ja. Dat hoor je, nou, dat heb ik nog niet zo vaak gehoord. Ik heb deze interviews al wel vaker gedaan. Maar ze hebben de eerste die dat zegt, dat echt bewust daarmee aan de slag is gegaan. De moeder echt heeft uitgelegd van nou, dit werkt zo, dit werkt zo. Ik kan mezelf uit moeten vinden. Super gaaf. Heel mooi eigenlijk. Ja, ook van hoe zit het met een spaarrekening en hoe kun je dat nou het beste doen? Hè? Wanneer spaar je dan en hoeveel percentage en dat soort dingetjes. Nou ja, ik vond het geld eigenlijk nooit zo interessant, want het was altijd wel genoeg. En had ik niet genoeg, dan had je gewoon een paar dagen wat minder als student. Zo weet je dat. Ging je gewoon niet meer uit aan het eind van de maand. Ja. Dus dat is wel fijn hoor, dat je op die manier dat allemaal hebt geleerd. Ja, tof. Hey, en als je geld hebt, waar geef je dan aan uit? Ja, dat is een beetje een voor-corona-tijd en na-corona. Okay. Dus dat is wel verschillend, want wij gingen wel heel graag uit eten, naar festivals, concerten, dat soort dingen. Ik hou niet van winkelen, kleding en dat. Ja, dus daar geven we. Maar vooral veel aan gezondheid en gezonde producten. Dus graag biologisch eten, dat soort dingen. Ja, en nu
Dat uit eten en dat soort dingen. Dus we hielden ook echt wel geld over door de coronatijd. We hebben nu dan een nieuwe droom. En ons geld gaat nu vooral naar een tiny house op wielen. Dus een een brandweerautootje uit 1978, zo'n Mercedes-bus. En die wordt helemaal gerenoveerd, gerestaureerd. En daar willen we over 2 jaar mee gaan rondreizen in Europa. En dus daar geven we op dit moment ons geld aan uit. En ik heb de hele tuin verbouwd en gerenoveerd weer. Dus heel veel planten gehaald, dat soort dingetjes. Maar het gaat vooral naar gezonde producten, gezond eten op dit moment. Ja. En naar plezier, als ik het zo hoor. Ja. Dus, ja. Superleuk. Absoluut. Ja. Hey Marissa, en als jij nog een tientje zou hebben, waar zou je dat dan aan uitgeven? Ja, het is niet allerlaatste tientje ter wereld, maar gewoon voorlopig. Wanneer er weer een nieuwe komt, wat doe je dan? Ja, ik ben wel een kaasjunkie en we hebben het over gezond eten. Dat is kaas natuurlijk niet, maar ja, zo'n brok stilt een kaas of van die oude Amsterdam brokkelkaas. Goed flesje wijn erbij, zoiets. Of echt een tientje voor een boek. Maar ik hou ook heel erg van boeken. Dus uitgeven aan een boek bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. En als je een tientje op straat vindt? Ja, dat ligt een beetje aan mijn buik. Kijk, als het nu mooi weer is en het is 's middags, dan kunnen we zo doorlopen naar... Dat heb je hier in Hengelo van de Poel. En dat is echt de beste ijssalon hier in deze regio. En dan halen we een koepje bij Van de Poel natuurlijk. Maar ik denk zo, ik heb ook wel echt wel vaker geld gevonden hoor, op straat. En ja, die gaat toch wel netjes terug in mijn portemonnee. Ik ben niet iemand die heel erg snel, spontaan geld uitgeeft. Ik heb geen gat in mijn hand. Oké. Ik heb leren nadenken door mijn ouders. Ja, nee. Wat doe ik met dat het geld? Dat ook inderdaad. Ja, grappig. En... stel nou dat geld geen rol zou spelen en je hebt gewoon oneindig. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ja, aan de ene kant toch wel andere dingen. Ik denk dat ik dingen doe om het wat makkelijker te maken nog. Maar ik zou wel door blijven gaan met werken. Dus ik zou heel graag mijn lezingen nog willen geven en online lessen maken. Dat vind ik toch heel erg leuk. En een podcast, maar dan zou ik... iemand inhuren die die podcast echt op mijn manier in elkaar gaat editen. En ik zou ook heel graag nog een mooi centrum willen kopen. Een boerderij achteraf. En dan moet er een tuinman komen. Want anders is het allemaal zelf en de verbouwing. En dan kunnen wat yoga vriendinnen van mij, die kunnen daar een yoga studio doen. En dat ik wel eigenares ben. En dan zo wat lezingen en wat dingen kan organiseren. Als het oneindig was, zou ik heel veel hypotheken van dierbare mensen betalen. En allerlei organisaties steunen. We hebben nog wat vluchtelingen, vrienden die wat geld kunnen gebruiken. Dus vooral ook heel veel uitgeven. En die bus die we nou gaan renoveren, dan denk ik toch ook wel dat we een hele gave, leuke meubelmaker zouden inhuren. Weet je, dit is het idee. Ga dat ook maar eens maken. Of leer mijn man een beetje hoe je dat in elkaar kunt... dat hij nog iets preciezer leert werken. Dat zou hij ook wel willen leren, denk ik. En reizen. Nog iets meer reizen. Ja. Ja. Lekker. Ja. Hey, genoeg plannen. Dus als ik het zo hoor, ja, zeker. Hey, en wat maakt jou nou rijk? Ja, het allereerste waar ik altijd aan denk is mijn man. En hij is echt zo leuk. En we zijn 13 jaar samen en hij maakt echt wel mijn leven... Ik heb gewoon een heel fijn leven, maar hij voegt echt heel veel moois toe. En dan mijn familie, hè, mijn ouders, mijn zus, mijn broer, mijn schoonfamilie, noem maar op. En dan die dierbare vriendinnen met wie ik zulke goede gesprekken heb. Als ik dan, en bijvoorbeeld ook met jou, als ik met jou een gesprek heb, ja, dan... en zo'n goudzoeksessie of zo, waarin je even met me meedenkt, dat is toch goud waard? Dus, ik probeer zoveel mogelijk mensen om me heen te verzamelen, waarvan ik denk, wauw, ik heb zo graag
een uur met jou samen en dan borrelt het meteen weer. En ik heb echt hele mooie mensen om me heen verzameld. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ja. Wauw. Ja, en die drive om altijd maar te leren en die nieuwsgierigheid. En dat je dan dingen leert en dat je daar weer van kunt genieten. Ja. Ja, dat is ook goud. Tof zeg. Hey, en over leren gesproken, of nou weet ik niet. Wat is jouw favoriete boek of all times en waarom? Joh, dat is echt, ik kan niet kiezen. Wat een nare vraag is dit. Ja. Het boek wat je zegt, wauw, dat heeft wel... Ja, nou ja, laten we eerst even, ik heb een paar boeken waarvan ik denk, wauw, en dat zijn wel verhalen. En de Kinderen van Moeder Aarde is waarin vrouwen een deel van de aarde, daar zijn vrouwen dan aan de macht. En de mannen, en hoe dat dan gaat, echt een super feministisch boek eigenlijk, hè. Van Thea Beckman. En ook De Stam van de Holenbeer. Is ook een hele dikke pil, maar dat gaat echt over een beetje die oertijd. Ik vond het zo mooi. En wat ik laatst heb ontdekt, moet ik even spieken hoor. Het verstoorde leven van Etty Hillesen. En zij was 27 jaar, een Joodse vrouw. En zij was 27 toen ze in de Tweede Wereldoorlog leefde in Amsterdam. En zij wilde eigenlijk schrijfster worden. Maar het is een dagboek. En hoe zij haar gedachten op papier zet. En haar worstelingen met emoties en gedachten en zo. Ik vond het zo mooi omschreven. En dat heb ik soms met boeken. Dan is het uit. En dan denk ik, oh, dan mis je bijna dat karakter. Dat is zo'n onderdeel dan eventjes in je leven. En dat vond ik echt een heel mooi boek. En boeken waar ik veel van leer. Laatste boek wat ik wel een mooi boek vond was van Paul Smit. Je hoofd uit de wolken of zo. Dat was de titel. En dat ging ook over wat we allemaal, hoe we denken en de overtuigingen en zo. En hoe dat je eigenlijk ontzettend belemmert. Hè? Dat je elke keer maar weer die verhalenverteller in je hoofd als het ware ervoor zorgt dat je de wereld anders ziet. En hoe kan het dat wij samen ergens zitten, we hebben hetzelfde gesprek en ik zeg, nou, ik vond het een beetje een naar gesprek. En jij denkt, nou, ik vond het heel positief. Hoe kan dat nou? We zaten daar samen in hetzelfde gesprek. En hij legt dat gewoon heel erg mooi uit. Ja, nou ja, en ik moest ook heel erg lachen om de Engelse versie, het audioboek van Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En dat was wel heel veel fuck, fuck, fuck dan, maar het werd wel erg leuk om voorgelezen gewoon. Dus ja, in het begin was heel veel tempo, moest ik echt wel heel erg lachen. En ja, het zit gewoon ook goed in elkaar. Ja. Dus ja, één boek, sorry Kat, gaat hem niet worden. Ik hoor het wel. Dus. Maar het is wel doorgaan, maar nu stop ik. Om meerdere redenen te horen ook. En inderdaad zo van wat je dan aanspreekt. Ik vind dat het altijd heel veel zegt over iemand. Het is een van de dingen die ik altijd doe als ik bij mensen thuis kom, altijd even in de boekenkast loeren. Ja, oh, dat kan ik ook niet laten. Ja. Om inderdaad goed die boekenkast door te nemen. Vind ik zo leuk. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of het iets zegt over mensen, maar ik denk altijd van wel. En als het gaat over inspiratie, wie is voor jou een heel groot voorbeeld en waarom? Heb je een guru? Ja, nou ja, dat is wel een hele, misschien wel een heel fout antwoord, maar het eerste die ik dan denk, papa, mijn vader. Hij is een stevige man, nieuwsgierig, luistert heel goed. En is ook altijd bezig geweest met groei en dingen zelf leren en uitpluizen. Maar op dit moment ben ik echt wel een beetje fan van Brené Brown. Ik heb die boeken, hè, De Kracht van Imperfectie en iets met kwetsbaarheid en al die boeken, de TED Talks, maar ook haar Netflix special. Mooi, echt, als je die nog niet hebt gezien, de Netflix special van Brené Brown, dan raad ik echt mensen aan. En wat zij doet, is de moeilijke gevoelens en ervaringen van mensen bespreekbaar maken, zoals dus kwetsbaarheid, schaamte. Dat vind ik wel heel cool. En ook hoe ze dat brengt, vol zelfspot en
Ja, ik vind haar als spreker ook super, super sterk. Ja, daar kan ik nog heel veel van leren. Zoals zij dat doet, onrustig op dat podium staan en toch de mensen het zo brengen dat iedereen geïnteresseerd blijft. Ja. Nou, tof. Hey, en heb je ook een ondernemer waarvan je zegt van, nou, dat vind ik een mooi voorbeeld voor mij of voor anderen misschien? Misschien Marie Forleo. Zij is iemand die heeft allemaal online. Ze is ook zo'n life coach. En zij heeft dan online trainingscentrum opgezet. Echt erg lang geleden. Maar zij is daar gewoon heel goed in. Ze heeft een heel mooi team om zich heen. En wat ik van haar weet, is wat mij aanspreekt, is dus haar hoge energie. Hè, dus dat ze goed voor zichzelf zorgt en sport en goed eet en gedisciplineerd is, plannen maakt. En wat zij heeft opgezet is gewoon super knap. En dan heeft ze ook nog een leuk team om zich heen. En wat ik daarvan heb gehoord is dat zij heel goed voor die mensen zorgt. Dus dat die mensen ook healthcare krijgen, wat in Amerika niet zo vanzelfsprekend is. En dat ze kansen krijgen om te groeien. En dat soort dingen. Dus ja, ik vind ook echt dat ze heel goed voor haar mensen weer zorgt. En ook een deel van wat ze verdient, geeft ze weer uit aan goede doelen. Dus dat spreekt me allemaal heel erg aan. Zo zou jij dat ook wel willen doen? Ja. Ja, als ik zo'n geldstroom die een heel mooi team en die lekker in de watten leggen. Zodat ze, als ze een ander aanbod krijgen van mensen, dat ze denken, nee, ik blijf gewoon hier. Want het is hier zo fijn om te werken. Het is zo, wij zijn als team zo leuk bezig. Ja. Zou je ook zo groot willen worden? Trick question. Ja, dat is echt. Als je dat dus vraagt, gebeurt er wel iets in mijn buik. Ik heb wel een beetje straalangst, als het ware. Dus ik op een podium sta en in december 2019 in Tivoli voor, wat was het, 350 mensen of zo? En 300, nee, waren er nog meer. Bijna 400 mensen. Ja, dan. Dat vind ik wel heftig hoor. En ook zichtbaar zijn. Mensen vinden ook wel iets van je. En dan moet ik wel zeggen dat ik daar steeds beter mee omga. En denk, als ik me moet druk maken over wat mensen eventueel van mij zouden kunnen denken. Ja, dan heb ik het hartstikke druk met dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Nee. Dus mijn man zegt wel eens, als iemand een mening heeft over je, van wat je vindt mag je houden. En dat vind ik dan wel een hele sterke zin. En dan ben ik echt wel aan het oefenen. Ik wil groter worden en niet zozeer omdat ik zo de aandacht wil of zo. Maar omdat ik heel graag zoveel mogelijk mensen wil helpen. Want weet je, als die leerkrachten en die hulpverleners, dat zijn die bevlogen mensen, als die nog beter voor zichzelf gaan zorgen en dus energiek en vol passie en plezier voor een klas staan, dan is dat de helft van het werk, hè? En wat ik heel veel zie, is dat die gave, goede leerkrachten, die bevlogen mensen, dat die uit het onderwijs verdwijnen. Want ze kunnen het niet aan, want ze gaan voortdurend over hun grenzen heen. En niet allemaal, maar ik vind dat wel heel erg jammer. En dat maakt ook dat ik gewoon nog steeds in het onderwijs blijf. Want mensen zeggen ook wel eens van, dat is ook mooi hoor, je bent ook zo'n type, maar jezelf ga je er ook uit. Nee, ik blijf echt wel van mijn groep achter staan. Hè, met je voetjes in de klei. Ja, ik vind het ook grappig wat je zegt over dat zo'n podium met voor 400 mensen, dat nog een soort van ook wel spannend voelt, wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar dat eigenlijk, dat je voor een klas staat, dat een soort van super makkelijk lijkt. Terwijl ik denk, dat lijkt me anders ook best wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Maar dat is het ook. Er zijn heel veel leerkrachten die met jasjes en vestjes aan lesgeven. Die hebben dan zo'n jasje aan of zo. En op het moment dat ze gaan lesgeven, gaat het jasje uit. Dat zie je heel veel. En dat is niet omdat ze nu moeten staan of zo, want dat doen ze de hele dag. Maar ze moeten toch een kleine show weergeven, een spreekbeurtje. En dat kost wel wat. Dus die jasjes gaan uit, want je gaat wat meer zweten en je hebt toch die ogen weer op je. En kijk, dan ben je gewoon heel erg gewend. Dus de meeste mensen, daar valt het helemaal niet bij op. Maar als ik een nieuwe klas krijg na de zomervakantie, of vrijdag, hè?
ga ik ook weer voor de klas staan na corona. Ja, ik zie de kinderen weer. Dat vind ik ook spannend. Dan ga ik ook een beetje, krijg ik iets verhoogde hartslag. En dan ben ik ook wel een heel gevoelig, beetje zenuwachtig meisje hoor. Dat zou echt niet voor elke leerkracht gelden. Maar toch? Ja. Nee, maar ik bedoel, kinderen kunnen heel hard zijn in een oordeel. Misschien wel harder dan een publiek van 400 of 1000 mensen. Dus daarom, ja, ik zat erover na te denken. Denk, oeh, volgens mij heb je het moeilijkste al. Doe je al. Of neel je al, weet je wel. Dus wel grappig. Want daar denk ik, nou, die kids, die kunnen je ook opvreten anders. Zo, echt wel. Dus als je dat kan en dat 20 jaar doet. Zo, ja. Nou, dan moet een podiumje, dat moet toch niet echt meer. Dat is gesneden koek, joh. Dus, ja, maar die spanning, die levert ook wat op, hè. Je wordt wat wakkerder, wat actiever, wat scherper. Ja, ik vind het niet erg. Ja, ja, dus je kan ook goed presteren daardoor natuurlijk. Dus dat, ja, precies. Ja. Hey, ik ga even, tenminste, die vinden veel mensen lastig, die vraag. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat? Vul aan. Als je me echt zou, dan dat ik introverter ben dan hoe ik overkom. Want ik kom als extraverter over en zo noemde ik mezelf ook. Maar door het boek van Susan Cain over The Power of Introverts, ook een aanrader, heb ik een beetje gemerkt van, oh nee, ik ben daar niet echt zo extravert. Ik heb echt wel introverte kanten waarin ik me terug wil trekken en alleen wil zijn. Ik kan ook heel goed alleen op vakantie of urenlang alleen in de bossen struinen. En zo kom ik niet over. Ik heb ook een beetje geleerd om een beetje een grote mond te ontwikkelen om mezelf te beschermen tegen pestkoppen bijvoorbeeld. En ja, als ik onzeker ben, de neiging om mezelf te overschreeuwen of zoiets, hè. Dus mensen denken wel eens, oh, je bent heel erg extravert. Maar nee, als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik veel introverter ben dan hoe ik overkom. En ik heb dat ook nog in de coronatijd zelf nog een keer, dat ik dacht, oh ja, ik wist het ook eigenlijk niet meer van mezelf. Maar ik vind dit wel heel fijn, niet meer allemaal uit eten en bij etentjes bij mensen en al die feestjes en dingen. Ik vind het wel fijn dat het gewoon even rustig is. Cool. Ja. Nou, interessant. Ja, ik denk dat voor veel mensen ook het idee van wat is dan introvert en wat is extravert dan precies. Dat er een beetje misvattingen over bestaan. En dat het, voor mij zeggen ze ook altijd dat ik extravert ben. En dat is dus niet waar. Ik vond het echt een heel groot inzicht toen ik erachter kwam dat het anders zat. Dat heeft dan te maken met hoe je jezelf oplaadt. Of dat je oplaadt door met mensen te zijn of door alleen te zijn. Ik vond dat wel een heel mooi inzicht. Maar over inzicht gesproken, wat is jouw grootste levensles of inzicht? Heb jij iets waarvan je zegt van wow, dat heeft echt een grote verandering veroorzaakt. Ja, echt wel heel veel verschillende dingen. Nou, het zijn eigenlijk twee, denk ik dan, die heel belangrijk voor me zijn. Dat is dat je mind, of de verhalenverteller of zo, dat die zoveel invloed heeft. En dat als je niet bewust bent van wat er intern gebeurt, dat je snel in automatische patronen terechtkomt. En dat je soms gesprekken hebt of ruzies of gedoe hebt of zo. En dat je dan vanuit de verhalenverteller en de patronen reageert. En bijvoorbeeld een patroon kan zijn, ik voel me niet gezien of ik ben niet goed genoeg. Of ik tel niet mee of zo. En als je daar elke keer automatisch op reageert, dan kom je gewoon eigenlijk een beetje in de problemen terecht. En dat hoeven niet grote problemen te zijn, maar dat je toch achteraf denkt van, hé, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Dus dat oefenen van, wat gebeurt er intern? Wat denk ik nou eigenlijk? Wat voel ik? En hoe doe ik nu? En is dit eigenlijk wel wat ik echt wil? Waar mijn behoeftes liggen? Want soms zeggen we iets, terwijl daaronder een hele andere behoefte ligt. Dat is een van de grootste inzichten. En dat is iets wat ik nog steeds aan het oefenen en aan het uitpluizen ben. En het tweede is ook dat je het eigenlijk best wel heel veel zelf weet. Dat we heel vaak advies vragen aan andere mensen of zo. Of
Goed, maar het beste advies kun je jezelf geven. Dus door even in het bos te gaan struinen met de vraag van wat wil ik nou eigenlijk of zoiets. En dat ontzettend veel informatie geeft. En je kunt ook met andere mensen gaan praten, maar dan krijg je weer allemaal input van anderen en meningen. En dan ga je twijfelen van ja, is het wel waar? Maar in plaats van je af laten leiden door Netflix of boeken lezen of weet ik veel wat. Ga nou eens regelmatig zitten of wandelen en met jezelf in gesprek. En dan kom je zelf mee bij de beste adviezen en inzichten. Dat zijn wel de twee belangrijkste pijlers in mijn leven. Wauw. Ja. Nou, mooi. Mooi. En ik vind het ook grappig, want ik doe dat al van nature, deed ik dat altijd al. Maar toen kreeg ik wel eens klachten van, jij vraagt ons nooit om advies. Toen dacht ik, ja, nee, ik ga het eerst bij mezelf te raden. Ik vind het altijd interessant om te horen wat ik er zelf van vind. En dan, als ik dan dingen van andere mensen hoor, dan wil ik me inderdaad daar niet door laten beïnvloeden. Dus dan, als ik de oplossing zelf heb bedacht, dan gooi ik het pas in de groep. En dan zeggen ze, ja, ik zou dit, oh nee, ik heb zelf al iets bedacht. Ja. Ja, laat dat ongevraagd advies maar even thuis, lieve mensen. Maar goed, er zit ook een andere kant. Het kan soms wel heel tof zijn om met mensen wel dingen te bespreken. Maar meer als in van, er zit inderdaad meer wijsheid in jezelf. En luister daar ook vooral naar, weet je wel, dat idee een beetje. Exact. Ja, ja, en in gesprek met anderen kan het inderdaad helpen om het even vanuit een ander perspectief te zien. Ja. Dus daar is inderdaad niks mis mee. Maar vergeet vooral niet dat gesprek met jezelf. Ja, ja. Toffe tip. Hey, en ik kom nog even terug op, ook op boeken. Maar ik ben even nieuwsgierig wat je op dit moment leest en op dit moment luistert en op dit moment kijkt. Oké. Wat lees ik? Ik lees nu het boek van Leef van Gijs Jansen. En Gijs Jansen is mijn leraar als het gaat om acceptance and commitment therapy, ACT-methode. Die heeft heel veel boeken geschreven. En dat is een dun boek. En de titel Leef. En dat gaat dus ook over gedachten en gevoelens. En dat je, wat zijn nou eigenlijk, wat vind je nou heel waardevol? En probeer je vooral volgens je eigen waarden te leven. Dus welke toegewijde acties horen erbij dat jij een waardevol leven hebt? En dus ik vind, mijn waarde is energie. Ik wil hoog in mijn energie blijven. Dus dat betekent dat ik gezond eet en genoeg beweeg en op tijd naar bed ga, meestal. die acties, die zorgen ervoor dat ik volgens mijn waarde kan leven. En ook plezier is een belangrijke waarde. Hè? Dus als ik dan vind dat er heel veel werk nog is, hoe kan ik het voor mezelf zo leuk mogelijk maken? Deze kutklus, om het maar even zo plat te zeggen. Oh, oké. Ja. Ja. Nou ja, dat is dan gestimuleerd door het boek van Gijs Jansen natuurlijk. En wat luister ik? Ik luister heel veel podcasts. Ik vind het erg leuk om... Ik hou niet van het huishouden, dus ik denk ook, hoe kan ik nou zorgen dat ik... Ik hou wel van een schoon huis. Dat ik dat op een leuke manier doe. En dan luister ik vaak een podcast. En wat ik eigenlijk wel in deze coronatijd heel erg leuk vond, is de man met de microfoon. En echt gebeurd vind ik heel leuk voor het slapen gaan. Nog even zo'n verhaaltje voor het slapen gaan. En dat zijn dus waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En Paulien Cornelissen vind ik echt een tof wijf. En die heeft ook een Paulien Cornelissen podcast. En daar leest ze haar boeken voor. Dus dat is ook erg, erg leuk. Ja, en ik varieer een beetje in podcasts. En dan heb ik een beetje te veel van iemand gehoord. En denk ik, ik ben klaar met jou. En dan luister ik een half jaar niet. En dan denk ik later, hey, hoe zou het met diegene zijn? En dan luister ik weer een podcast. En wat kijk je? Kijk je televisie? Of Ja, ik heb zo'n 15 jaar geleden ging mijn televisie stuk. En ik heb geen nieuwe meer gekocht. En dat was ook een heel goed idee. Toen was er nog geen Netflix. Dus je moest ook een beetje nadenken van wat ga ik vanavond doen. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel een Netflix account. En ik kijk heel graag dingen waar ik wel iets van leer. Of een beetje van die natuur dingetjes. Dat ik denk, oh wat is de wereld toch mooi. En ik heb eigenlijk al...
een week of zo niet geluisterd. Volgens mij waren we nu met een spannende serie bezig. Oh ja, er was ook nog iets. Een serie over een man. Hij had zijn vrouw verloren. Nou, ik weet even niet meer de titel. Maar dat was echt een heel aandoenlijk. Hij was een beetje nors en negatief. Maar er kwamen heel leuke karakters in voor. Als je wil dat ik hem opzoek, dan... Ik vind het wel grappig dat je de titel niet weet. Dus ja. Indrukwekkend. Ja, ik heb zo'n overtuiging dat ik titels en namen niet kan onthouden. Dus ik doe ook heel vaak niet de moeite. Dat is wel een gevaarlijke overtuiging. Ah ja, maar ik ben ook heel snel verveeld hoor. Oh ja, een tip van Bas was God. Dat gaat over allerlei religies. Die wil ik ook nog luisteren. En ik hou wel van comedy. Gewoon stand-up comedy. René van Meurs. Een beetje lachen. Leuk. Nou, genoeg tips in ieder geval. Ja, ik kan hem zo even niet vinden. Maar als je wil dat ik hem voor jouw show notes of zo opzoek, dan doe ik dat even. Dat mag, want ik ben wel nieuwsgierig geworden ernaar. Ja. Heb jij ook nog toevallig advies voor onze luisteraars? Kijk, ik ben natuurlijk wel een beetje gericht op mijn doelgroep, de bevlogen leerkrachten en hulpverleners, die toch structureel een beetje het gevoel hebben dat ze in een Renje-Rotshow zijn terechtgekomen. En ja, het advies is vooral ook als je veel to-do-lijst dingetjes hebt en veel taken te doen, zet dan ook in je takenlijst de leuke dingen. Bijvoorbeeld dat je tussenmiddag een dansje doet, of dat je een wandelingetje maakt, of dat je met goede vrienden gaat koken, of maar even een momentje ook voor jezelf, dat je dat bijvoorbeeld inplant. En ik heb net al gezegd, je weet een heleboel zelf. Dus over, en blijf leren. Blijf vooral leren. Wees nieuwsgierig en open. Want dan krijg je meer ervaringen. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat de maand april is vreselijk snel voorbij. Intelligente lockdown. Dus het was allemaal een beetje, ik vond het dan wel lekker tot rust komen. Maar het was allemaal een beetje hetzelfde. We konden niet meer weg en allerlei dingen beleven. En dus de dagen leken een beetje op elkaar. En dus april ging super snel. Volgens mij was het april. Ja, denk het wel. Of was het nou maart? Ik weet het niet meer. Hè? Maar in elk geval, dus als je vindt dat de tijd super snel gaat, dan heb je misschien een beetje een te eentonig of een te gestructureerd leven. Dus probeer ook op de dag nieuwe ervaringen op te doen door nieuwe dingen mee te maken. Dus een keer dingen anders te doen dan zoals je ze normaal gesproken doet. En dan krijg je een gevarieerd leven en dan denk je van, hè, was dat nog maar een week geleden? Ik heb het gevoel dat dat 3 weken geleden was, bij wijze van spreken. Nou, ja, en zo kan ik allemaal ongevraagde adviezen nog even doorgaan, hoor. Ja, maar je hebt voor de leraren toch ook een hele toffe website gemaakt met allemaal leuke tips en ideetjes. Ja, ik heb inderdaad... Als je naar mijn Instagram gaat, als je me opzoekt als juf Mariska, en dan staat er onder Mariska Bos, want er is nog een juf Mariska, en je gaat naar de mijn bio, dan kom je op een pagina terecht en daar vind je ook die website. En ja, daar kunnen mensen gewoon allerlei activiteiten vinden. En ik wil dat nog verder uitbouwen met wat nog meer gratis activiteiten, maar als mensen zich inschrijven voor mijn nieuwsbrief bijvoorbeeld, dan worden ze ook op de hoogte gehouden van alle nieuwe dingetjes die ik heb gemaakt voor mensen. En ik ben op dit moment ook bezig met een videoles, een training, een mindfulness proeverij. Dat zijn 5 lessen over wat mindfulness eigenlijk is en wat het ook niet is en allerlei leuke oefeningen die je met de klas kunt doen, maar je doet het eerst even voor jezelf. En die informatie kun je weer delen met kinderen. Dus zo ben ik bezig met allemaal mooie dingetjes aan het maken. Kan ik lekker mijn creativiteit in kwijt. Dat klinkt goed. En dus ze kunnen naar jouw Instagram en naar jouw website. Ja, InspireToTeach. Ja, InspireToTeach.nl. En daar vind je ook een knopje gratis. En dan kun je mijn podcast luisteren of een gratis training volgen. Beter slapen, beter leven. Want ja, als je niet goed slaapt, dan is het wel lastig om je energie hoog te houden. En blijf voor de klas te staan bijvoorbeeld. En
Ja, ik zou zeggen, schrijf je gewoon in voor de nieuwsbrief. En als je niks vindt, of de inspiratiemail. En als je niks vindt, dan schrijf je lekker uit. Kan. Zo. En LinkedIn zit ik ook. Mariska Bos met SCH en dan Valk met een F. Dat is de Noorse tak. Mariska Bos Valk, LinkedIn. Dus daar kunnen mensen connecten als ze dat willen. Ja. En Facebook, daar kun je nog zoeken op Inspire to Teach. En To is met een 2. We zetten het ook allemaal even in de show notes, zodat je het makkelijk kan terugvinden. En ben ik nog iets vergeten te vragen? Die vraag stel jij altijd, dus die doe ik lekker even terug nu naar jou. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Ben je nog iets vergeten te vragen? Nee, ja. Ik denk, als je een beetje iemand bent die nieuwsgierig is en nog verder wil kijken, dan denk ik dat ze gewoon lekker alle contactgegevens hebben en genoeg boekentips en dat soort dingen nu. Nee, ik vind het wel heel compleet. Ik vond het een leuk gesprek. Nou, gezellig zo over je goud zoeken en dat soort dingen. Ja, ja, en ik heb toch nog weer wat nieuwe dingen af je geleerd. Dat vind ik toch ook altijd wel heel leuk. Dus, ja, super. Oké, dankjewel voor dit gesprek. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar te luisteren. En liken en abonneren zou ik zeggen. En tot een volgende podcast. Dankjewel. Hoi hoi. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.